mensen, het is vandaag dinsdag. En ik heb zojuist Nela naar de opvang gebracht. Mezelf klaargemaakt in hoeverre dat kon. Ik ga mijn make-up straks doen op locatie, want ik heb zo direct een shoot. Ik weet niet of ik mag delen waar de shoot voor is. Maar als dat wel zo is, dan ga ik dat straks natuurlijk aan jullie vertellen. En als het nog allemaal top secret is, dan kan ik misschien wel wat sneak preview dingetjes filmen. Maar nog niet helemaal vertellen waar het voor is. Maar goed, dat ga ik straks gewoon even navragen in hoeverre dat kan. Ik ga voor mezelf eerst heel even ontbijt fixen, meenemen in de auto en dan richting Amsterdam. En ik neem u gewoon mee. Ik loop nu in Amsterdam. Helemaal bepakt en bezakt met al mijn tassen. En ik ben er bijna. Het is best wel koud, het is 15 graden vandaag. Ik had het ietsje warmer geschat. Maar goed, shooting day. Wij zijn hier al een tijdje aan het shooten in de Hortus Amsterdam. Super mooie locatie. Waar ik ook echt nog nooit eerder mee geweest. Best wel een schande. Want ik zit gewoon in Amsterdam en nooit eerder heb ik eraan gedacht om hier naartoe te gaan. Om überhaupt even lekker rond te lopen door al die mooie bomen en planten die je hier hebt. En dan heb je ook nog een vlindertuin waar we als het goed is straks ook gaan shooten. Maar waarvoor ik dus aan het shooten ben is voor Herbal Essences. Een hele leuke campagne. Waar ik nu nog niet zoveel van kan laten zien. Maar als het online staat en allemaal af is, dan ga ik jullie uiteraard even laten weten hoe en wat. Maar echt heel goed geregeld allemaal. En ook een mooie outfit gekregen. Een mooie jurk van de Zara. Dat zag ik net in het kaartje. Een beetje een bohemian-achtige look en feel wilden ze creëren. Dus dat is goed gelukt. En dit is trouwens ook echt mijn favoriete conditioner. Ik heb hier een aantal producten van hen gekregen. Die zitten allemaal in het tasje. Maar ze hebben dus verschillende geuren en varianten in de lijn. En dit is mijn favorite, de Coco. Die had ik ook mee op vakantie. En die blijft echt wel heel erg lekker. Dus die ga ik straks lekker mee naar huis nemen. En ja, nu even touch-up doen. En dan ga ik weer shooten daarachter in de kas. Waar ze nu alles aan het klaarzetten zijn daarachter. Zit er weer op. Ik zit in de auto. Oh, het is me hier toch een partij warm in die garage. Niet normaal. Het was super leuk geworden allemaal, de beelden. Dat is wel heel anders dan wat ik normaal doe qua shooten. Maar, oh, maar het was echt een geslaagde dag. Ik ben nu wel echt helemaal kapot. Dus ik ga lekker naar huis. Waar heb ik mijn kaartje? Ja. Naar mijn kinderen. En dan moet ik thuis nog heel even wat werken. Want vandaag was ik natuurlijk de hele dag niet op kantoor. Oh, en dan gaat mijn camera. Tot zo. Joejoe. En deze garage is zo smal. Ik word er gewoon helemaal naar van. Kijk dit dan. Dit stuk hierboven. Nou, ik ben weer thuis hoor jongens. Terug van Amsterdam. Hier achter me staat Pook aan. Met zijn nummer Oef. Nela die is echt helemaal verslaafd aan dat lied. Iedere keer wanneer ze hem ergens hoort of ik zet hem op, dan gaat ze helemaal uit de plaat. Het is echt zo schattig hoe dat kleine lichaampje dan heen en weer gaat op zo'n liedje. Nu is ze opeens stil. Pissa, pissa, pissa. Tassa. Boom. Het is weer tijd om eten te gaan koken. En vandaag gaan we voor de HelloFresh box. Ik heb hier 3 gerechten staan in de koelkast. En ik zat te denken om deze vanavond te gaan maken. De Spaanse rijstschotel met garnalen, olijven, koriander en citroen. En volgens mij is dat de rechterzak. Of is het de linker? Ik ga heel even kijken. Volgens mij is het deze. Nou, ik heb alle spullen er even bij gepakt die ik nodig heb voor de Spaanse rijstschotel. En voor degene die HelloFresh trouwens nog niet kennen, het is eigenlijk gewoon een box die je kan samenstellen met de recepten waar je uit kan kiezen. En in totaal zijn er 14 recepten altijd op de website te vinden waar je dan iedere week iets uit kan kiezen welke jij lekker vindt. En wij hebben dus nu totaal 3 recepten en dan hebben wij het zeg maar aangevinkt voor 4 personen. Maar je kan dus ook voor ja, meerdere personen bestellen.
Maar dit zit er dan allemaal hierin. En op het blaadje zeg maar, staat ook wat je allemaal erin terug kan vinden. Dus dan kan je even checken of het klopt. En dit is trouwens een caloriefocus recept. En je hebt ook bijvoorbeeld een veggie recept. Quick and easy. Echt van alles zit ertussen. En op de achterkant vind je zoals altijd weer de stappen die je kan volgen om het klaar te maken. En de box, daar zit je nergens aan vast. Je kan gewoon iedere keer wanneer jij wil, kan je de box bestellen. Dus dat is wel fijn. Het is geen abonnement of iets. Dus wij zijn fan. Ik ga dit even snijden, klaarmaken. En dan kunnen we straks gaan eten. Ik heb daar echt zin in. Gaat nu even ongeveer 22 minuutjes nog in de oven. En mocht je nou minder dan dat hebben om je avondeten klaar te maken, dan hebben ze ook van die 15 minute meals bij HelloFresh. Dus dat kan je ook even bekijken op hun website. En voilà, het eten is klaar. Dus dit gaan wij nu lekker even proeven. En dan laat ik jullie later wel eventjes weten hoe het was. Maar mocht je nou ook zo'n HelloFresh box willen bestellen met een aantal recepten die je lekker vindt, dan kan je even mijn kortingscode gebruiken. Die zet ik in de beschrijving hieronder of in het schermpje hier. En sowieso zet ik ook de link van hun website hieronder, mocht je daar interesse in hebben. Dus wij gaan eindelijk lekker eten. Goedemorgen mensen, het is vandaag woensdag en ik ben zojuist aangekomen bij mijn oma thuis samen met Nela, die zit achterin. En Janae en mijn zus zijn al binnen, die zijn ook net aangekomen. Dus we gaan hier lekker even ontbijten en daarna ga ik door naar Jip in Vinkveen. Dus een gezellig volgepland mama dagje. Ik ga nu eerst met Nela naar oma. We zijn net aangekomen bij oma. Die heeft al gelijk voor ons lekkere ontbijtbroodjes klaargemaakt. Met, wat zit er allemaal op? Ham, tonijnsalade, zelfgemaakt tonijnsalade. Ik neem nog meer van die muslibolletjes. En Pauline en Janae zijn er. Ja. Ze zijn er met alle kleinkids behalve Eli, hè? Wat eet jij? Druifje, hè? Ja, lekker druifje. Dus, even mama. Ja, Appie? Lekker. Kijk, ze spelen dan. Het is zo zoet. Vind je het leuk? Ja. Is het leuk? Gaan jullie lekker samen met het speelgoed spelen? Ja. Aangekomen in Vinkeveen en ik sta nu geparkeerd bij de Harbor Club en ik wacht hier op Jip, want we gaan hier even lunchen samen. Maar Nela ligt te slapen, dus ik denk dat ik intussen nu alvast even haar wagen ga uitklappen en dan hoop ik dat ze even gaat doorslapen straks, want dan kunnen wij gewoon rustig eten als hij slaapt. Dus ja, ik wacht even op Jip, wagen uitladen. En dan we go inside the Harbor Club. En ik heb jullie vanochtend mijn outfit niet eens laten zien. Dus dat doe ik nu heel even, nu ik toch aan het wachten ben op Jip. Blouseje is van Mila Moon, mijn eigen webshop. Daaronder heb ik wat kettingen om, die zijn volgens mij van ASOS. En dan draag ik gewoon een simpele leren legging, die is ook van mijn webshop. En wat ringetjes heb ik om van Mila Moon as well. Dus dat is de look of the day. Daar is ze weer! Jip in de building! Zo
zoveel sushi besteld bij de Harbor. Echt niet normaal. Surf and Turf, wat hebben we nog meer, Abby? En de emaki met tonijn. Deze spicy tuna. Nela, die ze niet eet. Echt, hè? Tatje? Hilusja wel, hè? En go! Wat voor dag is vandaag? Donderdag, dus de volgende dag. En gisteren was echt horror, de avond en de nacht. Nela die is zo ziek geworden en nu gaat het inmiddels al wel weer een beetje. Maar het was echt vreselijk om haar te zien spugen de hele nacht door. En Dwayne en ik hebben heel slecht daardoor geslapen en ik heb zelf nu ook weer last. Dus ik ga deze vlog afsluiten en ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan weet ik niet wanneer de eerstvolgende vlog zal zijn. Maar ik probeer gewoon, als ik me goed voel, weer voor jullie te gaan vloggen. En dan hoop ik dit weekend weer terug te kunnen zijn. Maar ik houd jullie gewoon op de hoogte. Ga je tegen mama aanliggen? Oh, liefie. Tot de volgende keer. Doei doei.